RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Matten, waar bist u ongeveer? Ik sta hier aan het begin van de stritten, heren. Begin van de stritten? Okay. Ja, aan het begin van de stritten. Bij een boer te westen nou verboden in te rijden uitgezonderd fietsers. Uitgezonderd fietsen. Nou, de meeste komen. Haast de fiets mij? Ik hou nog net zo'n protten verstaan van Blom. Maar het viel toch mooi uit in ieder geval. Wie is die nou bij de bosjes? De bosjesman is binnen. Ja. Altijd spannend, hè? Ja, dat is wel een spannend momentje. Ja. Maarten Kloetstra, on tour, onderwijs onder Blom voor Jan. Nou, ja. Gas. Rennen. Goed, ja, gas. Ik ben bereid. Ja, kom. Ik zie het ook verkeerde. We zien nou wat er gebeurt. Of jij nou wat er gebeurt. Ja, je zit hier in de tuin. Ik loop ook je wel eens, maat. Dat klopt. Goeiedag. Ik zie Walter ook al mooi zitten in de tuin. Is dit Harry? Jo, ik ben Harry. De broer van Walter. Inderdaad. Ik ga een bosje bloem voor jou. Ziet er goed uit. Wat bij deze? Oké. Alsjeblieft. Walter was zelf ik dat wat zit. Mijn telefoon wil ophingen, ja? Ja, nou ja. Ik wil graag mijn broer bedanken voor alles wat er van mij dien had. En qua jeugdzorg en dat er mij vangt en dat soort geintjes alleen mee. Maar dat is net niks natuurlijk hier in de Beendhoes, maar ja, hoe gaat dat? Ja, hoe gaat dat? Dat doe je gewoon voor je broer. Ik bedoel, hij had een bult jaren van onzekerheid had gewoon. En alles wat in mijn mogelijkheden leidt om voor hem te doen, dat doe ik graag voor hem. Nou, je hebt het jongens in de studio. Ja, wauw. Wij zijn er zelf ook een beetje stil van. Ja, hè? Ja. Ik. Ja, mooi. Het bosje Blom is weer helemaal op zijn plak kwam. Ja. En het is een mooi bosje, net. Ik ben er heel wees mee. Je bent er heel wees mee. Ah, dat is mooi. RTV NOF Zomerradio.